Onder leiding van mevrouw Chris van Vaassen, ambassadeur van het Bredaans Centrum Gehandicaptenbeleid en zelf gehandicapt, deden leden van de dorpsraad Prinsenbeek dinsdag mee aan de wijkschouw. Een aantal leden nam plaats in een rolstoel, anderen ervoeren hoe blinden het buiten zijn ervaren. Wat ontbreekt hier dus? Je bent net overgestoken, maar er was al een probleem. Ja, ik merkte niet wanneer ik de straat opkwam. Ik hoorde de anderen om me heen zeggen dat de auto stopte, dat ik over kon steken. Maar ik heb nu zelfs nog geen idee of ik eigenlijk op de weg of op de stoep sta. Maar ik neem aan dat we nu op de stoep staan. Ja, want je voelt geen verschil tussen de stoep en de straat? Nee, ik voelde geen verschil. Je staat weer op de stoep. Ah, dat is een veilig idee. Winkels zijn soms erg moeilijk toegankelijk. En dan kan er zelfs dit gebeuren. Kan zoiets vaker gebeuren? Nou ja, dit gebeurt dus inderdaad heel regelmatig. Je denkt van, ik kan die helling wel halen. Nou is mevrouw natuurlijk onervaren. Maar je ziet dus dat ze neemt een aanloop en ze klapt gewoon volledig achterover. En omdat het dus zo schuin loopt, kunnen de rolstoelwieltjes die eraan zitten, kunnen het niet opvangen. En ja, ik sta erachter en ik kan er ook niet opvangen. Je ziet het aankomen. Ja. Hoe gaat het nu? Het gaat goed. Maar mijn hoofd doet wel zeer trouwens. Kijk, even een handje van een van jullie. Oké, dankjewel. Stoppen ze? Ja. Ging het nu beter het oversteken? Ik kreeg de tip dat ik mijn stok omhoog moest houden. Als ik over ging steken. Maar ik weet niet of de auto's dan stoppen. Ja, die stopte. Ik voelde nu in ieder geval wel de stoeprand. Dus ik wist wanneer ik veilig was als het ware. En dat is wel makkelijker. Je hebt wat markeringen, dus het wordt iets duidelijker op die manier. Waar zou de gemeente, winkels, horeca, gelegenheden nu op moeten letten? Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat de winkeliers en de horecaondernemers, die moeten ervoor zorgen dat hun winkel toegankelijk is. En dat die ook, dat je de opritjes, zeg maar, de drempelniveauverschillen weghaalt. Dus dat kunnen de winkeliers zelf doen. De gemeente moet dan weer aanstralen. Ik denk dat die samenwerking heel belangrijk is. En er is nog een lange weg te gaan. Ja, ik denk het wel. Maar ik heb goede hoop, want de gemeente Breda laat in ieder geval zien dat ze er heel actief mee bezig zijn. In het kader van het geschikt wonen voor iedereen, dus voor alle burgers. En de ondernemingsvereniging hopen wij nu aan tafel te krijgen samen met de gemeente. Zodat we kunnen zeggen van nou, we hebben deze problemen geconstateerd. Hoe gaan we nu met elkaar naar oplossingen zoeken?